It's a film that is like related to something that I actually lived myself. And it's about the political conflict that we have in Istanbul at the moment, or generally in Turkey. Het concept is eigenlijk een soort van macho gedrag. Het gaat eigenlijk over allemaal mannetjes die elkaar een beetje kloten of elkaar een beetje moeilijk maken. In Turkey, there are very different cultures living together, different ethnicities and religious backgrounds, which wasn't a problem. But now, with the new government and things changing, this multicultural structure is really getting destroyed. This is one of the inspirational part for the narration, but like the visual world, I am very much inspired by miniature art. Ik ben eigenlijk begonnen met alles te schilderen. Kleine miniatuurtjes, van mannetjes tot brommers, honden. En dan heb ik die allemaal ingescand. En dan ben ik die eigenlijk gaan animeren in After Effects. I start up on paper, so I draw everything first. Then I scan it in and I'm gonna prepare the scenes on Photoshop. And last step would be animating in After Effects. So it's actually three steps, like first handmade and then Photoshop, really creating the scenes and animating. So the second half of the first year, I started with the concept and character sketches, just building up the story and creating the storyboard. And then second year, I really started with the production, like drawing and going for it. Eerst jaar heb ik eigenlijk continu geschilderd gewoon, zonder idee waar het naartoe ging. Een paar kleine testen gemaakt, op beeld ook miniatuur te krijgen. Dus dat was zo een zoektocht. Het animeren van de film en het geluid, de montage, denk ik dat het van een 6 maanden of zo is. Because you work on something, you're so close in your own world, and it's risky. You don't know if people are gonna get it or not. Dat het fris is, dus iets wat ze nog niet gezien hebben. Maar ik hoor ook wel vaak dat het, ze vragen vaak naar het verhaal of wat is de boodschap naar de kijker. Dat gewoon, ik wil gewoon iets tonen. There was one person who didn't see that it was like in the Middle East. But that's not a bad thing. But I was just surprised. I thought it was like very oriental what I made. So. Mijn plan. Ik ga sowieso proberen subsidies aan te vragen voor een nieuwe film. Dus misschien nog een tentoonstelling geven. Het is echt een groot archief wat ik geschilderd heb. En ik denk dat het ook wel interessant is om dat ook te tonen naast de film. I'm working on a now painting serie at the moment. So after like a film project, it's so nice just to draw. And you're finished within a week with one painting. And I will have soon a music video starting, but I can't talk about it yet. It's really in process. So.